Heel lang geleden werden boeken gekopieerd door ze over te schrijven. Monniken schreven vaak lange teksten met de hand en maakten daar illustraties bij. Vandaar ook het woord monnikenwerk. Op die manier kwamen er ook veel verschillende handschriften voorbij. Graphic Matters verzamelt anno 2020 de handschriften van honderden Brabanders met als doel om uiteindelijk één Brabants lettertype te ontwikkelen. Nou, hier is iemand haar handschrift aan het doneren, want wat je hier ziet is het scriptorium. En het scriptorium was vroeger de plek waar de monniken de boeken over schreven. Je kent het wel, letter voor letter, superveel werk. Maar terwijl ze dit deden, deden ze ook een beetje aan de leesbaarheid werken. Bijvoorbeeld wat leestekens te verzinnen, een beetje lettertypes ontwikkelen en ook die mooie illustraties aan de zijkant. En we vragen nou op dit moment deze mevrouw om hetzelfde te doen, een letter over te schrijven, maar dan in haar eigen handschrift. Omdat we zoveel mogelijk verschillende handschriften aan het verzamelen zijn, om van al die handschriften samen een soort ultiem lettertype van Brabant te maken. Ondertussen hebben honderden Brabanders hun handschrift gedoneerd. We stonden in Den Bosch en daar kwam iemand aan met een schetsboekje, want die had van tevoren al helemaal bedacht welk lettertype hij ging maken. En we hebben een oefenstukje op de bladen staan en hij had het niet nodig, want hij wist al precies welke letter hij ging neerzetten. Maar ik heb ook andere mooie verhalen, zoals een oma die met een kleinzoon langskwam en die eigenlijk de kleinzoon nog nooit had zien schrijven. En voor haar was dat zo'n bijzonder moment dat kon op die manier. Ja, het lettertype wat we gaan maken van alle handschriften die we hebben verzameld wordt het ultieme lettertype van Brabant. Maar ja, wat dat wordt, dat weten we pas als we alle handschriften hebben verzameld om dat ultieme lettertype te maken. Dus wie weet hebben we alleen maar stoere mensen in Brabant en wordt het een stoer lettertype. Maar goed, misschien hebben we alleen maar sierlijke mensen in Brabant en dan wordt het een heel sierlijk lettertype. Het lettertype zal vanaf begin volgend jaar te zien zijn in de straatkrant Sammy.